in de categorie Jeugdsportstimuleringsprijs individueel Meisjes 2018. Zij bespant 2 keer per week haar racket. Jaden Lonwijk. Discipline en alertheid zijn haar sleutels tot succes. Jamie Snelders. Met haar speelplezier kom je verder in de sport. Tessa van de Zanden. Jaden is 12. Vorig jaar is ze Nederlands kampioen tennis geworden in de categorie meisjes tot en met 12 jaar en won meerdere ranglijsttoernooien in zowel single als dubbel. Op tijd naar bed, op tijd uit bed, op tijd eten, school, trainen, wedstrijden, arm tennisracket. Soms moet het 2 keer per week opnieuw worden bespannen. Wordt Jaden de nieuwe Serena Williams? De 16-jarige Jamie Snelders traint 6 dagen per week, 3 uur per dag. Om op gewicht te blijven let ze bovendien goed op haar eten. Met haar ijzeren discipline veroverde ze 2 keer de WK-titel kickboksen, gewichtsklasse 55 kilo. Haar ambitie? Op M-Fusion vechten. Haar motto? Onderschat nooit je tegenstander. Het kan altijd sterker, sneller en Snelders! De 16-jarige Tessa van der Zanden traint 5 keer per week bij BDF Taekwondo. Loopt meerdere keren per week hard en doet mee aan regionale en internationale toernooien. Ze won het NK 2018 Taekwondo in de klasse junioren dames onder de 68 kilo. Haar ambitie? Internationale titels behalen en een ticket bemachtigen voor de Olympische Spelen. En bovendien plezier te hebben in het sporten.